In dit filmpje gaan we kijken hoe je een schermopname maakt. Een schermopname noemen we ook wel een screencast. Je zet eerst de inhoud klaar, een presentatie, Word document bijvoorbeeld. Dat ga je opnemen met je stem erbij. Ga naar www.screenbird.com en zorg ervoor dat je ingelogd bent. Druk op Record Now, de rode knop bovenin het scherm. Een nieuw scherm verschijnt met de tekst Opening Recorder, so don't go. De eerste keer dat je dit doet, verschijnt er een venster met de vraag of je deze Java-applicatie wil draaien. Druk op Always Trust Content from This Publisher. Of in het Nederlands, Altijd de inhoud van deze uitgever vertrouwen. En klik op Run of Afspelen. Na een paar seconden wachten, verschijnt linksboven een zwart opnamebalkje. Dit is het bedieningspaneel van Screenbird. Je ziet hierbij de volgende dingen: de fullscreen knop.